Hoe werkt de bordcomputer met 7 inch kleurendisplay in de nieuwe Opel Corsa? Bekijk het in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Liewes en ik ben werkzaam in ons familiebedrijf Opel Dealer Liewes en Roden. Nou, op dit YouTube kanaal verschijnt wekelijks een nieuwe video met uitleg over een Opel systeem, zoals deze, of met uitleg over een Opel model. Nou, bekijk je voor het eerst ons kanaal, natuurlijk van harte welkom, maar vergeet ook niet om abonnee te worden. Zo krijg je als eerste bericht als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Nou, zoals ik al aangaf, ga ik dus in deze video uitleg geven over de bordcomputer met een 7 inch kleurendisplay die op verschillende Opel Corsa modellen leverbaar is. Nou, hier zien we dus de bordcomputer met 7 inch kleurendisplay en die bevindt zich achter het stuurwiel. Als we linksonder gaan kijken, dan zien we daar ook het toerental van deze auto. Ik zit momenteel dan dus in een handgeschakelde. En als we rechts gaan kijken, zien we hier ook de brandstof en in het midden daar ook de motortemperatuur. Dus daaronder geeft hij inderdaad ook de gegevens aan over de motor of inderdaad over hoeveel kilometers je nog kunt rijden. Nou, linksonder, daar zien we dus ook de totale kilometerstand. En rechtsonder zien we dus hoeveel kilometers je momenteel nog kan rijden op de inhoud van de brandstof. Nou, dus er branden natuurlijk nu ook twee controlelampjes. In het midden zien we daar natuurlijk dat de handremmen nou op zitten. Dus ik zit nu momenteel in de auto. En daarboven zien we aan dat het dus de gordel niet om is. Nou, ik rijd momenteel niet. Ik sta momenteel gewoon stil. Dus dat geeft hij dan ook aan. Nou, in het midden zien we hier nou een digitale snelheidsmeter. Die bevindt zich daar ook in het midden. Wanneer ik op de zijkant van de richtingaanwijzer druk, en dat bevindt zich hier, daarmee kan ik dus ook naar andere mogelijkheden toe. En als ik hier aan draai, dan kan ik andere instellingen kan ik daarin kwijt. Als ik dus aan de hendel draai, dan kan ik dus verschillende mogelijkheden kan ik dus hier selecteren. En dat bestaat onder computer, meters, rijden, navigatie, persoonlijk 1 en persoonlijk 2. Nou, als we beginnen bij computers, en dan klik ik op de bevestiging op die knop aan de zijkant, dan zie ik dus informatie om hier dus hoeveel kilometers ik kan nog rijden, waar is mijn gemiddeld verbruik, en ook met het start-stop systeem hoe lang dit aan is. Als ik op het knopje druk, dan zie ik dus hier nog traject 1. Dat geeft dus ook de mogelijkheid aan, dus waar is mijn gemiddelde snelheid, mijn gemiddeld verbruik. En daarnaast geeft hij daar ook de dagteller aan hoeveel kilometers ik heb gereden. Als ik nog een keer druk, dan kom ik op traject 2. En als ik deze knop ingedrukt hou, dan gaan de cijfers allemaal weer op 0. Nou, wanneer ik dus aan die knop draai met die pijltjes, ga ik dus hier één verder. In dit geval gaan we nu naar meters. En bij meters zie je dat de digitale snelheidsmeter wat vergroot wordt, zodat het nog duidelijker in beeld is. En als we naar de volgende toe gaan, dan gaan we dus naar rijden. En als we die invoeren, dan zie ik hier dus de auto met ook de omleiding naar de zijkant. Nou, zoals je weet, de standaard de Corsa ook van verschillende veiligheidsthemen is hier voorzien. En een daarvan is ook dat hij, als je een beetje richting de berm zou gaan, dat de auto zich corrigeert. Nou, hiermee kun je dus dat ook daadwerkelijk dan ook zien. De auto zal dan niet in beweging komen. Maar je kunt, als je het knopje uitzet, zie je ook dat de omleiding dan ook aan of uit is. Dat kun je dus hier ook inderdaad ook mee zien. En als we even verder gaan, dan hebben we hier dus navigatie. Dan zit ik momenteel in de Corsa GS-aanvoering die ook navigatie heeft. En dan zie ik dus hier heel mooi achter op het scherm ook het navigatiesysteem. Ik zie dus heel mooi hier de kaartweergave, daarboven ook weer de digitale snelheidsmeter. En ik zie aan de rechterkant zie ik ook nog waar ik momenteel ben. En ook nog naar welke kant de noorden uiteraard op is. Nou, uiteraard is dit alleen mogelijk wanneer het navigatiesysteem ook op de auto aanwezig is. Dus wanneer deze optie ook besteld hebt. Zoals jullie weten zijn er dus verschillende systemen leefbaar in de Opel Corsa. Begin de standaard bij een 5.0 Bluetooth radio. Daar hebben we ook een video van gemaakt. Ik zal hem hierboven uiteraard even linken. En daarnaast zijn er ook systemen zoals het multimedia systeem met de mogelijkheid er Apple CarPlay en Android Auto. En daarnaast is er ook het multimedia navigatiesysteem. Dat is het systeem waar er nou momenteel in zit. En als luxe is er ook nog een 10 inch scherm. Maar die heeft dus eigenlijk dezelfde functies als het multimedia navigatiesysteem. En als we verder gaan, dan komen we op persoonlijk 1 en persoonlijk 2 komen er aan uit. Nou, daarbij kun je eigenlijk je eigen persoonlijke instelling kwijt. En dat werkt als volgt. En daarvoor moet je eigenlijk naar het infotainment systeem van de Opel Corsa. Nou, dan gaan we even naar de instelling. Ik druk hier rechtsboven op het tandwieletje naast de tijd. Dan kom ik op deze pagina uit. En dan zien we linksonder zien we hier opties. Nou, zien dan hier een aantal instellingen wat je kunt wijzigen. Maar hier ook de instellingen voor het instrumentenpaneel. En als we die aanklikken, dan kan ik hier 1 en 2 doen. Nou, er zijn eigenlijk niet heel veel mogelijkheden. Maar je kunt dus kiezen, bijvoorbeeld 1, de waakzaamheid van de auto. Hè. Dus mocht je een heel lang stuk hebben gereden, dan kun je daar dan ook in de gaten houden voordat hij dat aangeeft. Of je kunt hier bijvoorbeeld een bordcomputer aangeven. Aan de andere kant kan ik bijvoorbeeld kiezen tussen media. Ja, dan geeft hij daar bijvoorbeeld aan welk nummer ik momenteel aan het luisteren ben. Hè, of welke radiozender, dan geeft hij daaraan. Of ik aan die kant ook het systeem van detecteren van als je een lang stuk gaat rijden, dat hij die ook aangeeft. Dus hier kun je eigenlijk aan de rechterkant persoonlijke instelling voor 2 en aan de linkerkant persoonlijke instelling voor 1. Nou, wanneer je dus dat ingesteld hebt,
Moet je niet vergeten om hier even op het groene vinkje te klikken. En dan heeft hij uiteraard de punten opgeslagen. Nou, er is er ook nog een mogelijkheid bij de Corsa E. En die functie wil eigenlijk zeggen dat je dus kunt zien hoe de stroom eigenlijk gaat. He, waarbij je dus kunt zien van hij had stroom uit de accu. Of hij zorgt inderdaad dat de stroom wat teruggaat in de accu. En daar kun je ook een heel mooi overzicht zien hoe het gaat bij de Corsa E. Nou, we hebben ook een aparte video opgenomen over de Corsa E. Ik zal hem hierboven uiteraard even linken, zodat je die ook in alle rust kunt bekijken. Nou, ik hoop je hiermee een duidelijke uitleg te hebben gegeven over de bordcomputer met een 7-inch kleurendisplay die leefbaar is op verschillende Opel Corsa modellen. Nou, heb je specifieke vragen, dan kun je natuurlijk altijd een bericht sturen hieronder. Dus kunnen uiteraard heel snel ook daarop reageren. Of je bent natuurlijk van harte welkom aan de Centuba Noord-Holland 33 Rode, waar we onderal natuurlijk ook de nieuwe Opel Corsa hebben staan. Nou, je ziet, het is een mooi overzichtelijk systeem. Heel natuurlijk super mooi in combinatie met een navigatiesysteem, zodat je natuurlijk daar heel mooi de navigatiebestemming en alles kunt bekijken. Maar je kunt natuurlijk heel veel informatie zien over bijvoorbeeld het verbruik van de auto, hoeveel kilometers kan ik nog rijden, of inderdaad verschillende veiligheidsfuncties. Nou, ik wil je super bedanken voor het kijken van deze video. Volgende week verschijnt er weer een nieuwe video. En uiteraard zien we elkaar dan weer. Tot dan!